Dit is een van de beschikbare airco-panelen voor uw auto. Als uw auto is uitgerust met een ander airco-systeem, raadpleeg dan uw instructieboekje voor aanvullende informatie. De airconditioning reguleert en handhaaft automatisch de ventilatorsnelheid, luchtstroom en temperatuur in de auto. Druk op de schakelaar auto om het systeem aan te zetten. Het controlelampje gaat aan wanneer het systeem is geactiveerd. De functie auto kan uit worden gezet door de ventilatorsnelheid te wijzigen of door te drukken op de schakelaars ontwasemen, modus of uit. Druk op de schakelaar auto om de automatische besturing weer te activeren. Druk op schakelaar uit om het volledige airco-systeem uit te schakelen. Uw auto heeft afzonderlijke knoppen voor de temperatuurregeling voor de bestuurder en de passagier op de voorstoel. De temperatuurregeling voor de bestuurder stelt de temperatuur in voor zowel de bestuurder als de passagier, tenzij de afzonderlijke dual airconditioning is geactiveerd. Druk op de schakelaar dual of draai aan de temperatuurregelknop aan de passagierszijde. Het controlelampje dual gaat branden. De temperatuur aan de passagierszijde wordt weergegeven op de monitor. De modusschakelaar biedt verschillende luchtstroomuitgangen. Druk er verschillende keren op om alle keuzes te zien. Druk op de knop AC om de airconditioning aan of uit te zetten. De inlaatlucht wordt automatisch gereguleerd door modus auto. Druk op deze inlaatluchtselectie om buitenlucht in de auto te blazen. Druk op deze inlaatluchtselectie om de binnenlucht te laten circuleren in de auto. De luchtcirculatiemodus verhoogt de efficiëntie van de airconditioning en helpt te voorkomen buitenluchtjes de auto binnenkomen. Het lampje gaat branden om de actieve selectie aan te geven. Druk op de knop plus of min om de ventilatorsnelheid te reguleren. Wanneer u de ventilatorsnelheden handmatig wijzigt, slaat de automatische airco af. Druk op de schakelaar auto om de automatische airco weer in te schakelen. Druk op de knop ontwasemen om de vooruit- en zijramen te ontdooien of te ontwasemen. Het controlelampje zal gaan branden. De luchtstroom wordt gericht op de vooruit- en zijramen. De AC wordt geactiveerd en de luchtcirculatie wordt uitgeschakeld. Als u uw vooruit wilt ontdooien, moet de temperatuur op maximale warmte worden ingesteld en de ventilatorsnelheid op de hoogste stand. Druk op de schakelaar voor de achteruitverwarming om de achteruit te ontdooien of te ontwasemen. Deze handeling ontdooit ook de buitenspiegels als uw auto is uitgerust met verwarmde buitenspiegels. De airconditioning meet voor het instellen van de temperatuur in de auto de binnen- en buitentemperatuur, evenals de hoeveelheid zonlicht. Er bevindt zich een zonlichtsensor bovenop het dashboard. Houd dat gebied vrij van papier en andere materialen. Zorg er ook voor dat er geen belemmering is voor de sensor voor de binnentemperatuur. Anders zal de airconditioning niet goed functioneren. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.